Mona Keizer heeft woest gereageerd op het feit dat Pia Dijkstra van D66 haar aangenomen motie negeert. Die aangenomen kamermotie zegt namelijk nee tegen een verdrag met de WHO. Een verdrag dat ervoor zorgt dat de WHO onze nationale soevereiniteit ondermijnt. De BBB heeft met verbazing kennis genomen van het feit dat het demissionaire kabinet toch in zal stemmen met het verdrag van de WHO. De minister negeert de aangenomen motie van Mona Keizer. Dit is een schoffering van de Kamer. Dus de BBB wil een spoeddebat. Wat vinden jullie? Geven jullie Mona Keizer gelijk of niet? Laat het me weten en like en deel deze video.